We staan hier met de winnaar van de prijsvraag, Wessel. We gaan vandaag lekker een ritje maken in de C63. We gaan weer even draaien, Wessel. Draai even mee. Die staat hierachter. Dus hij heeft gewonnen. We gaan een leuke middag van maken. Lekker planken. Ik mag alleen niet harder dan 130. Alleen ik krijg geen boetes als ik binnen 3 seconden op 130 zit. Dus we gaan lekker blazen. Je mag zelf ook even gas geven. Zet ik hem even in de parkeerstand. Dus... we zien jullie zo. Oké, daar zitten we dan met Wessel. We gaan even het dak open doen. Althans, Wessel, dat ga jij doen. Dus okay. Laat maar zien. Doe maar. Kijk eens, daar gaat hij. Hou maar gewoon lekker in. Ja, lieve mensen, ik blijf me verbazen. Net Robocop. Moet je kijken. Tik, tik, tik. Alles geautomatiseerd. Prachtig. Ja, want ja, Wessel kent mij natuurlijk een beetje. Ik ben zijn trainer. Even voor de kijkers. Het is niet vooropgezet dat ze denken van, hè, je hebt gewonnen omdat je bij de trainers zijn elftal voetbal. Nee. Je kwam het beste in de buurt. Alleen, hoe kwam je erop? Nou, ik weet het niet. Ik kwam gewoon als eerste in me op. Want, ja, dat is het enige wat in me opkwam eigenlijk. Dat was heel goed eigenlijk, hè. Want je had gezegd C63S. Ja. Had je erbij gezet. Je had ook gewoon kunnen zeggen C63. Dus dat had je goed. Coupé. Ja, dat dacht ik eerst, ja. Oh, wacht even hoor. Godverdomme. Gaat goed? Ja, dat ging net goed. Als je aan het praten bent, ben je ineens al de rood. Nee, maar dat had je dus goed. Je had coupé goed, terwijl je weet dat ik kinderen heb. Dus dan zou je denken, misschien gaat de trainer toch voor een vijfdeurs. Dus dat had je goed. Het enige wat niet goed was mat grijs. Maar had je niet kunnen weten, want mat wit. Er zijn maar 150 van gemaakt van deze. Dus dat, ja. En de rest kwam helemaal niet in de buurt, hè. Ik denk dat we Jordi wel honderden antwoorden hebben gehad, hè. Via de berichtenbox. Maar allemaal Porsche of andere merken. En ook een paar Mercedes, maar dan E63. Dus ja, terechte winnaar. Je weet in ieder geval dat we niet... we hebben niet vals gespeeld, lieve mensen. Het is gewoon echt... hij kwam gewoon het dichtstbij. Dus vandaag gaat hij lekker voelen wat die auto kan. Wes, we gaan de snelweg op. Is goed. Ik heb je moeder beloofd dat ik normaal zou rijden. Normaal als ik alleen ben of met de jongens, dan rijden we echt hard. Dus de kijkers mogen het ook weten. Ik pak echt heel veel boetes. Dat heb je met snelle auto's, met AMG's. Alleen nu ben ik met een kind. Een hele goede jongen, dus ik moet gewoon lekker normaal doen. Dat heb ik ook zijn moeder beloofd. Dus we gaan wel max 130 rijden. Maar, even in S+. Je mag wel binnen een bepaalde tijd naar 130. Daar krijg je geen boete voor. Dus, dat gaan we ook even doen. Oké, iets erboven. Iets erboven, 135. Wessel, ik heb ook een mooie verrassing voor je. Eigenlijk zouden we een prijsvraag doen. Maar we hebben gekozen om de winnaar van het shirt van Jean-Paul Boetius te geven aan de winnaar die de auto geraden heeft. Of het meest in de buurt kwam. Okay. Dus dat ben jij geworden. Ja. Dus je mag hem even laten zien aan de kijkers. Dat is dit shirt geworden. Zo. Origineel shirt. SV Mainz, als ik het goed heb. Ja, Mainz. En een handtekening erop. Dus dat is een origineel shirt. Ik zal het een mooi plekje geven thuis. Ja, ga ik zeker doen. Ik ben in ieder geval gewonnen met de groeten van Boetius. Dus alsjeblieft jongen, heb je verdiend. Dankjewel. Kijk. Ja, daar ben ik wel blij mee. Wel, hè? Leuk, ja, hè? Zeker. Dit is brullen.
Oké, lieve mensen, we zitten hier met Wessel. Zit achter het stuur. Ja, leuk? Ja. Leuk ritje gehad? Jawel, hè? Zeker. Oké, je hebt net al een paar keer ingetrapt. Hoe is het geluid? Eerlijk? Echt lekker. Ja, hè? Beest, ja. Hè? En dat geknetter, hè? Ja, alsof er geschoten wordt. Nou, echt tof. Je deed eigenlijk gelijk goed, hè? Je maakte genoeg toeren en dan ging gelijk brullen. Dus dat deed je goed. Oké, dan mag je het dak dicht doen, want dat heb ik ook geleerd. Je weet nu hoe dat moet. Rem inhouden en dan... juist. Kijken of er al wat gebeurt, ja. Kijk eens, komt hij aan. Oké, Wessel, hoe vond je het? Een ritje maken? Superleuk. Dat was tof, hè? Ik vond ook dat je het heel goed deed. Ik vond het heel gezellig. We hebben een leuke middag gehad, een ritje gemaakt. We hebben lekker visje gegeten, kibbeling. Ja, dat was lekker. Was lekker, dus... nou ja, check ons in de volgende aflevering. Wessel is nu thuis, we hebben hem thuis afgezet, gaat nu naar huis. Dus Wessel, weet je nog hoe we afsluiten? Dat is nog niet zo vaak gezegd. Alles in? Bedrijf. Alles in bedrijf houden.